Hoi allemaal, welkom bij deze video en dit keer de top 10 villains of de schurken van Skylanders Imaginators. We gaan gewoon lekker beginnen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Vind je een leuke video, dan een duimpje omhoog. Nog even zeggen, dit is mijn persoonlijke top 10. Het kan zijn dat jullie het er helemaal niet mee eens zijn of sommige van jullie zijn het er misschien wel mee eens. Dat weet ik niet. Ik heb bij de vorige top 10 Sensei video ook gevraagd of jullie top 10 wilden plaatsen. Ik heb heel veel reacties gekregen, dus ik wil eigenlijk weer vragen of jullie dat voor de Sensei top 10 of voor de villain top 10 ook kunnen doen. We gaan nu gewoon lekker beginnen. En mijn... Nummer 10 heb ik, waar ik er 2 van heb, dus de Golden Queen. Ik vind haar hartstikke leuk op zich, ze is mooi. Ik heb de gouden versie en de Dark Edition. Wacht even, de Dark is denk ik sterker, dus die zetten we gewoon even op de portal. Ik ga net zoals bij de andere video alleen maar heel kort door alle aanvallen heen. Vind je het nou interessante aanvallen, dan kan je stilstaan erbij. Of dan kan je de video pauzeren. Want hier komen ook gewoon wie is deze Skylander video's van. En daar zijn de details een stuk belangrijker. Dus zij heeft verschillende paden. Ik heb dat nog niet gekozen. Dus ik zal hier ook nog even langs gaan. Steel je wild, hartstikke cool. En dan hebben we nog Sky Chi kracht. We hebben een vierkantje aanval, daar schiet ze zo'n scarabee-achtig iets mee. Dan hebben we een rondje aanval, dan doet ze zo'n gouden cirkel. En we hebben nog het driehoekje en dan krijgt ze zo'n helpertje die voor haar schiet. Nou zijn er allemaal geweldige combinaties en zo. Dus dat is echt iets om de Skylander voor video voor te bekijken. Nou weet ik dat ik die nog niet heb gemaakt en niet heb geüpload. Of misschien heb ik hem wel geüpload op het moment dat deze video live gaat. Dus ik weet het niet. Als hij er is, dan kan je hem in de Wie is deze Skylander afspeellijst zien. En anders dan moet hij nog geüpload worden. Help me er dan aan herinneren dat hij nog niet online is. Ga ik dat nog even doen. Op nummer 9. En ik weet niet of heel veel van jullie... Ik ben een beetje bang voor jullie reactie. Maar op nummer 9 heb ik Chaos. Want Chaos is super sterk. Alleen ik had... Ja, ik weet ook niet precies waarom hij op nummer 9 staat. Want hij is super sterk. Maar ik vind het poppetje gewoon niet zo mooi. Eigenlijk. Het is wel precies Chaos, maar ik had gewoon gehoopt dat hij net wat meer, ja, ik weet niet, ja, iets specialers nog had of zo. Aanschouw mijn toffe spreuk des dooms. Maar Chaos is wel sterk, dus hij hoort zeker weten in de top 10. We gaan gewoon lekker meteen door zijn aanvallen. Chaos gebruikt dus allemaal breinmagie en dat is gewoon super, super geweldig. Hij is ook echt heel erg sterk. Alleen ik vind op zich het poppetje trouwens wel mooi. Maar ik vind hoe die in-game is, vind ik hem gewoon niet zo mooi. En dat is gewoon heel jammer. Maar we hebben vierkantje, dan slaat hij met een bepaald wapen. Dat is de korte afstand aanval. Dan hebben we ook nog een lange afstand aanval, dat is rondje. En dan schiet hij dus met Imaginator wapens. En dat is wel heel cool gedaan. Dan hebben we nog het rieltje en dan maakt hij een kloon. En die klonen die vechten voor je. Of een, hij maakt geen kloon. Hij maakt een Imaginator of een Doomlander. En die Doomlanders die schieten dus en die vallen aan voor je en die maken hier allemaal kisten kapot. Dus dat is wel gewoon heel erg powerful en het is ook verder heel erg mooi. Het is allemaal hartstikke mooi blauw, dus ik weet eigenlijk niet waarom die op 9 staat. Maar ik moest keuzes maken en het verandert ook elke keer weer. Maar daarom staat Chaos op 9 bij mij. Dan hebben we nog de volgende. Dat is een van mijn eerste villains was dit en dat is Bad Juju. Die staat op nummer 8. Ik vind haar er hartstikke mooi uitzien. Haar aanvallen vind ik ook erg leuk, maar ik gebruik er niet zo vaak om mee te spelen, dus vandaar dat ze op nummer 8 staat. Oh, we zullen eerst door de upgrades, dus het is een soort van, ze heeft die messen en ze heeft van die baby's die voor haar vechten, dus dat is wel handig. Dit is het pad wat ik niet heb, dit is het pad wat ik wel heb. Het zijn allemaal van die mescombinaties. Dan hebben we te veel eten. Een Juju Junior. Een exclusieve bliksemaanval. Dat is hartstikke leuk. En nog het Kuitje kracht ook. Dus we gaan even gewoon kort laten zien. We hebben een vierkantje. We hebben een driehoekje. Dan krijg je dus dat die kleine junior een bliksemaanslag dinges doet. En dan hebben we nog een rondje. En dan laat je hem los. Dus als je dan vierkantje doet. Ho, waarom wil die nou niet? Dan kan je het dus op deze manier zo doen. Dus met een driehoekje combinatie. Maar dat staat ook in de Wie is deze Skylander video. Dus ik raad aan om die te kijken. Want voor nu is het altijd voor onze nummer 7. En dat is Kreeftklobber. Kreeftklobber vind ik ook gewoon leuk. Ik weet eigenlijk niet waarom die hier staat en niet lager. Nogmaals, het is gewoon echt in een moment decisie geweest van wat vind ik de leukste. De top 5 ben ik het veel meer mee eens dan... dan de andere. Die zijn wat moeilijker om in te delen, vind ik. We hebben Kreeftklobber. Die heeft van die knuppelhandschoenen. Om je mijn vaardigheden te laten. Of niet knuppelhandschoenen, maar hoe heet het ook weer? De knokkerhandschoenen. Hier zijn ze. En het is een water Skylander. Ik vind het heel interessant. Volgens mij was het eerst een aarde Skylander. En ze hebben er dus water van gemaakt. Maar ik vind de combi's wel heel leuk. Ga ik nu niet laten zien. Dat staat in de BSD Skylander video. Maar hij vierkantje, dan slaat hij dus met zijn watervuisten. Hebben we rondje.
Dan maakt hij zo'n... ik kan hem beter aan deze kant laten zien. Maakt hij zo'n watersproeier, die kan je schieten en dan doet het van alles. En dan hebben we nog het driehoekje, dat is gewoon een mooie watersplash. Dus ik vind het een leuke Skylander. Hij is hartstikke grappig, leuk. Level 20 ook, ik heb er dus veel mee gespeeld. Ik vind het een waardige zesde plek voor hem. Dan hebben we op plekje... Oh, dat was 7. Dit is 5, 6. Oeh, ik ben helemaal in de war. 5. Oh, ik zet hem er al op. Spoiler alert. Dat is Painyata. Ik vind het heel erg leuk dat de trap team pillen zijn teruggebracht. Maar dat heb ik al heel vaak gezegd. Trap team was ook een van mijn favoriete spellen van Skylanders. Dus ik vind het leuk dat deze vijanden er allemaal zijn. Dit is Painyata. Die is gewoon heel grappig ook. Dit zijn de aanvallen die erbij horen. Weer een bovenste pad. En een onderste pad. En dit is trouwens echt fantastisch. Die ga ik wel even laten zien. Combo dans en dan nog Sky G kracht. Dus de zielje wil hiervan is echt leuk. Vierkantje is slaan, maar ik moet even wat vaker drukken, want dan zie je de combi. Dan krijg je op een gegeven moment dus een speciaal iets. Nou, dat staat ook wel in de video. Dan hebben we nog rondje. Dan heb je dus een laser ding. Als je die ingedrukt houdt, krijg je super... laser, maar dat is allemaal een uitbreiding vanwege het dingetje wat ik heb gekozen. En dan heb je nog driehoekje, die vechten voor je, hartstikke leuk. En die ontploffen ook. En dan heb je dus nog, als je springt en rondje doet geloof ik, dan krijg je een feest. En dat is gewoon heel grappig, met allemaal ontploffende piñata's. Dus ja, prachtige Skylander. En vandaar op de zesde plek. Dan hebben we op nummer 5. Dr. Kraankees. Oeh, nou doe ik het weer! Dr. Kraankees, ik ben veel te gewend om geen webcam te hebben en alleen maar portal dingen. De dokter is aanwezig. En die vind ik gewoon cool. Het is een dokter en hij is gewoon, hij schiet met van die inktvlekjes, die vlekjes achterlaten. Vind ik hartstikke leuk. Maar we gaan eerst even dit bekijken zo. Ik hou er ook van dat ze aanvallen gebruiken dus. Die... andere dingen voor je laten vechten. Dus dat vind ik ook onder andere wat Tidepool zo hoog stond in mijn top, Sensei top 10. Dat is ook een van de redenen dat hij zo hoog staat. Painyata zo hoog staat. En even kijken. De Chompy Mage. Maar daar komen we zo nog op. Want die staat in de top 5. We hebben vierkantje. Dan laten we van die inktvlekken. Of inktvlekken. Wat is het eigenlijk? Smurrievlekken af. Slime denk ik. Rondje. Dan ga je gewoon draaien. Is niet heel bijzonder. Maar als je dus door je slime gaat. Dan krijg je van die kleine explosies. Dat is wel handig. En driehoekje, dan heb je van die hoedjes en die vechten voor je. Dus dat is hartstikke leuk. En dat was al Dr. Kraankees. Dus ja. Ik ben benieuwd hoe jullie die vinden eigenlijk. Want volgens mij is Dr. Kraankees niet een hele populaire. Op nummer 4 staan... Wolfgang. Wolfgang is een van mijn favoriete sterkste Skylanders. Dus die hoort hier zeker weten te staan. Heb je nou op dit moment in de video en denk je, oh, ik ga gokken op de top 3. Schrijf dat in reacties en dan ga ik kijken of ik daarmee eens ben. Of later in de video zie je het natuurlijk ook. Maar dit is Wolfgang, helemaal gebaseerd op muziek, aanvals en combo's. En super, 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 super cool. Voor de video's dan raad ik dus weer wie is deze Skylander aan. Want daar ga ik gewoon in de details af. Maar als je vierkantje doet, dan schiet je van die pijlen. Dan heb je een rondje, dan maak je zo'n glow. En nou heb ik hem al geüpgraded, dan laat je van die boxen achter. En hier ben je dus veilig, dus kan je gewoon schieten. Je ziet nu ook dat de pijlen veel meer damage doen als je in zo'n cirkel staat. En met driehoekje maak je nog eens van die boxen. Dus als je rolt zo en je wil het nog erger maken, dan kan je het ook nog hier laten gaan neerzetten en zo. En dan kunnen ze gewoon helemaal niet meer in de buurt komen. Dus Wolfgang is super, super, super sterk hiervoor. Nou, dan zijn we bij de top 3. En de top 3, op nummer 3, heb ik Hoedsikkel. Omdat ik hem gewoon fantastisch vind qua uiterlijk. Hartstikke stoer. En prachtig wapen ook. Leuke persoonlijkheid. Hij zegt nog laatste woorden. Het is een beetje duister. Maar ja, het is ook een duister Skylander. Ja, ik vind hem geweldig. Dit zijn zijn aanvallen. Hij heeft heel veel verschillende combi's. Dus ik weet niet of ik in deze video goed kan laten zien hoe leuk ik hem vind. Maar daar gaat het niet per se om. Daarvoor kan je dan de andere video kijken. Maar dit is hem. Dus vierkantje doe je je zijs aanvallen. En dan maakt hij van die dingen op. Rondje doe je beuken. En dan krijg je van die dingen. Die kan je pakken. En dan is je zijs dus nu gloeiend. En dan ben je dus veel meer schade doe je. Heb je ook nog driehoekje. Dan maak je van die gronddingen. Die kan je raken. Dan worden het tornado's en zo. Dus het is hartstikke leuk. Allemaal combi's. En dit zijn allemaal al upgrades. Die je op het begin nog niet hebt. Maar ik vind dit super sterk en super leuk. Dus vandaar. Dat was mijn nummer 3. Hij is ook nog maar level 9 zie ik. Had ik niet verwacht.
En dan hebben we op nummer 2. En ik ben benieuwd of jullie dit wel of niet zouden raden. Maar dat is Taekwondo. En dat is Taekwondo omdat hij er... Ik vind trouwens deze versie helemaal fantastisch. Qua zwart en rood. De normale ook. De normale is bij mij wat sterker, want die had ik eerder. Maar die is gewoon zo sterk. En die ziel je wil laat ik ook even zien, want die is gewoon super leuk. Het is een hartstikke mooie ninja. Dit zijn de aanvallen. Hij is een vuur ninja en hij heeft van die vogels die voor hem vechten. Dus weer dingen die voor je vechten. En we hebben een grote mama en die is fantastisch. Dit is het bovenste pad nog even. Dus die grote mama die gaan we zeker even doen. Als hij vecht met vierkantje gooit hij van die ninja sterren. Rondje doet hij zo'n super coole vuurstroom. En als je er dus doorheen dan gaan ze in de flik vliegen. Dus dan doen ze meer damage. Heb je 3 keer dan krijg je van die baby's. Maar als je 3 keer ingewikkeld houdt en dit is dus je ziel je wil. Dan krijg je een hele grote vogel mama. En die is zo leuk. En als je dus vuur doet dan staan ze ook echt in de fik. Dus dat zie je ook. Als hij er doorheen loopt, die grote kan ook in de fik raken. Maar dat werkt dus nu even niet, maar dat kan wel. Dus ja, Taekwondo, ik vind de combinatie super leuk. Ik hou van vuur, ik hou van leven. Dat geeft ook al een beetje weg wie er zo meteen komt. En volgens mij is het precies hetzelfde als in mijn andere Sensei Top 10. Want leven en vuur scoren gewoon heel hoog. Vind ik de allerleukste elementen. Dus het enige wat er, waar ik een beetje verdrietig van word, is dat ik van deze nieuwe, mijn nummer 1 Sensei... maar 1 versie heb. En dat is de kerstversie. En ik wil heel graag de normale. Maar die is nergens te krijgen. Die heb ik nog geen 1 keer in een winkel gezien. Dus als ik hem zie. Of als een van jullie hem ziet. Wil je dat dan in de reactie schrijven. Want dan kan ik hem gaan kopen. Ik weet dat meer van jullie dit probleem hebben. Want de normale versie is op een of andere manier. Gewoon niet in Nederland uit. En volgens mij in België ook niet echt. Misschien wel. Maar de nummer 1 is. De Chompy Mage. Dit is sowieso mijn favoriete villain ever. Dus mijn favoriete schurk. Het is een gigantisch grappig figuur. En hij ziet er hartstikke leuk uit. Nou, ik wil heel graag de groene versie ook hebben. Dit is de kerstachtige versie. Dus Jingle Bell Chompy Mage. Maar hij is fantastisch. Hij is gewoon grappig. Moet je niet aan mij vragen. Dit zijn de aanvallen van de Chompy Mage. Dus daar ga ik niet helemaal doorheen. We hebben de bovenkant aanvallen. Ik heb helemaal die chompies geüpgraded. Dat leg ik allemaal uit in een andere video. Maar het is hartstikke cool. En dan heb je nog sprom chompies meenemen. Dus het is gewoon fantastisch. Even werken. Je kan ook een grote chompie worden, dacht ik. Nou ja, dat zien we een andere keer. Als ik spring en ik doe het driehoekje, dan krijg ik dus allemaal chompies die gooit. Vierkantje gooi je ook chompies. Dus dan heb je allemaal chompies die voor je vechten. Die blijven ook heel hard bijten. Dan hebben we een rondje. Dat zijn van die noten. Ik vind dat niet per se heel nuttig. Ik snap niet wat dat nou nuttig is, maar die zullen wel veel damage doen ofzo. Heb je nog 3 hoekje ermee in een wolk van chompies die beweegt. Dus dat is ook wel leuk. En ja, dat is eigenlijk al de Chompy Mage. De andere aanvallen voor de speciale dingen moet je allemaal de andere video maar kijken. Ik hoop dat jullie dit tot nu toe leuk vonden. Wat is jullie top 10? Schrijf dat in de reacties of geef een like hopelijk ook omhoog aan de video. En dan hopelijk zie ik jullie de volgende keer. Doei!